Hogeveen TV wordt mede mogelijk gemaakt door de Zuidema Groep, Volksgroothandel Hogeveen, Nijenhuis Uitzendbureau, Hogeveen Mannenmode, A28 Personeel en Opleidingen, ING, Tankstation Klok, Danny Schilderwerken en de Businessclub Hogeveen. Ja, Ayoub Boukari, kun je het allemaal een beetje bevatten? Wat een wedstrijd. Ja, wat een wedstrijd, zeker. Het was een spannende pot. Alleen als ik kijk van onze kant, zeg maar, dat wij in de eerste helft de wedstrijd al kan beslissen. Ja, penalty gemist, veel kansen gehad. Alleen hun trekken aan de langste eind. En hun winnen de laatste minuut met 4-3, helaas. Ja, je komt in de tweede helft in, waarom stond je er niet gelijk in? Ja, omdat ik had heel veel last. Ja, normaal speel ik gewoon altijd basis. Ik kom natuurlijk ook van Sparta. En ik heb heel veel last, omdat ik natuurlijk ook in zaalvoetbal speel. Ik had veel last en mijn trainer wou me gewoon de tweede helft vers erin brengen. Maar ik heb een goaltje meegepikt, dus dat gaat om de winst en die hebben wij nu niet. Ja, natuurlijk gaat het om de winst, maar jij komt erin, drukt gelijk wel je stempel op de wedstrijd, want jullie worden gelijk gevaarlijk. Ja, zeker. Kijk, ik ben iemand met wat ik van mezelf vind. Ik heb gewoon heel veel kwaliteiten in mij en ik heb ook heel mijn leven gewoon op BVO voetbal gespeeld. Dus ik breng zeker wat mee en ik probeer gewoon een steentje bij te brengen. En dat probeer ik gewoon zeker elke wedstrijd gewoon te doen. En nu speel ik gewoon RKVV, dus ik wil hier gewoon een goed seizoen gaan maken, ja, zeker. Even met je terug naar de rust. Je vertelt al heel goed even wat er in de eerste helft allemaal gebeurd was. Wat heeft Mauricio op dat moment gezegd in de rust? Wat moest er anders? Ja, je ziet ook dat we goed uit de kleedkamer komen. De trainer, ja, die moet gewoon korter op zitten. De linies staan ver uit elkaar. Ik denk dat Hogeveen gewoon een goed ploeg is. Spelen goed voetbal. Dat de linies gewoon te ver vanuit elkaar zijn. En dat moet gewoon korter erop. We moeten hoger druk gaan zetten. En dan zie je ook dat we gewoon gevaarlijk kunnen zijn in de counter ook, weet je. Tweede helft, ja, is het gewoon wel beter. We zijn goed uit de rust gekomen, alleen niet aan. Ja, want als het balletje bij jullie gaat rollen? Ja, klopt. Ja, dan kan het heel goed gaan. Ja. We hebben gewoon heel veel kwaliteit in ons team, inclusief ik ook. En dan zie je ook gewoon dat het, als we gewoon goed voetbal spelen, dan zie je ook wat we kunnen. En, maar ja, het gaat uiteindelijk toch om de 3 punten. Je hebt al even gezegd, heb je de kater een beetje van vorige week nog weggespoeld tegen Velsen, ondanks een nederlaag? Heb je een beter gevoel dan vorige week? Ja, zeker. Kijk, als ik kijk tegen Velsen, ja, daar speelden we gewoon heel slecht voetbal. En als ik kijk naar dit wedstrijd, ja, dan zetten we gewoon veel stappen. Alleen ja, weet je, steeds het laatste minuut en daar moeten we toch wel wat volwassener in gaan worden. Dus ik denk wel een stukje volwassenheid, zeg maar, dat speelt wel een rol. Wat ging je nou mis in die laatste minuut? Pure pech? Ja, weet je, je noemt het pech. Kijk, ik denk dat nogmaals dat het gewoon een stukje volwassenheid is. Ik denk dat we gewoon veel moeten ophouden, veel duels moeten blijven winnen. En ook al, ja, de wedstrijd duurt gewoon 90 minuten en geen 60, 70 minuten. Dat is wel persoonlijk, je zei het al even, Sparta, nou hier naar RKHVV. Heb je de hoop op betaald voetbal opgegeven? Of zeg je van, nou ja, ik hem hier nog weer goed laten zien? Nee, zeker niet. Kijk, ik probeer gewoon, ik weet wat ik kan en ik probeer gewoon goed seizoen hier te maken en ik probeer gewoon nog steeds stappen te maken. Ik speel natuurlijk ook in de zaal, dus vandaar dat ik het ook kan combineren. Maar ik hoop wel nog wel op BVO dat ik uiteindelijk gewoon kan voetballen, zeg maar. Dus een stukje fitheid is ook gewoon goed. Lig je min of meer ook wel een beetje meer bij de zaal? Ja, kijk, ik heb altijd veld gevoetbald en mijn hart ligt nog altijd zeker profvoetbal. Dus ik wil gewoon profvoetballer worden en als het niet kan, ja, dan is het ook in de zaal is het ook gewoon prima. Maar veld heeft altijd mijn ambitie, dat was altijd mijn ambitie geweest, ja. Komende week, ja, herstellen, op naar volgende week. Maar het geld met Hogeveen is inmiddels groot. Ja, klopt. Maar goed, we moeten verder, we moeten door. En ik denk dat we deze wedstrijd snel moeten vergeten. En gewoon blijven 3 punten moeten gaan pakken, dus...